Het is een nieuwe ochtend op het musicalkamp. Liv is gisteravond erg geschrokken van de blauwe plekken van Nova. Wordt Nova nou mishandeld door haar vader? Wat? Wil Remus soms weer komen filmen of zo? Kijk allemaal, dit is Liv, de spion. Die stiekem onder de mensen filmt. Jammer joh, dat er geen spionnenrol in de musical zit. Zou je perfect voor zijn? Ik heb al sorry gezegd en ik heb de video toch verwijderd. Ik zag dat je heel veel blauwe plekken had. Sorry, ik zag het toen je aan het omkleden was. En ik weet dat je zei dat er niks is, maar weet je zeker dat er niks aan de hand is bij je thuis? Want die blauwe plekken zijn echt niet normaal. Wat bedoel je? Ik ben gewoon gevallen met turnen. Gevaarlijke sport wel dan, turnen. Dat hoort erbij. En trouwens, je hoeft je echt geen zorgen te maken om mij, hoor. Misschien wel voor jezelf, omdat je mij de hele tijd loopt te stalken, hè? Ik zit misschien niet op turnen, maar ik weet wel dat je echt heel vreemd moet vallen. Wil je met turnen zulke blauwe plekken krijgen? Ik denk echt dat haar vader haar slaat. Dit is groep 8 van de 7 sprong uit Scherpenzeel. De klas gaat op musicalkamp om hun eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. De leerlingen hebben straks weer een musicalrepetitie, maar nu is er nog even tijd om te chillen voor het ontbijt. Dijn heeft ruzie gemaakt met zijn vriendin Dani en daar baalt hij van. Ik vind het echt niet leuk dat Dani en ik ruzie hebben. Maar ik moet gewoon vrolijk doen, want niemand weet dat we iets hebben. Het leukste zou eigenlijk zijn als... Hé, Dani, mag ik ook nog gamen voordat we gaan ontbijten? Je mag hier wel zitten hoor, ik moet toch naar de wc. Hallo, ik praat tegen je, hè? Wat? Sorry, wat zei je? Novelle, kom je nog? Nee, laat maar. Kom maar op. Wees maar niet bang, hoor. Laat je gewoon winnen. Je hoeft echt niet zo nep aardig te doen, hoor. Je bent echt niet zo aardig zoals je denkt. Wat bedoelde Dani met dat ik niet aardig ben? Wil ze soms uitmaken? Weten jouw ouders eigenlijk dat je niet meer mee mag repeteren? Nee, die van jou. Nee, ze zouden echt gek worden als ze het horen. Is dat ook waarom je het niet hebt verteld? Omdat ze anders boos zouden worden? Moet jij de melk niet pakken? Ja. Ga doen dan. Mijn ouders willen altijd dat ik de beste ben in alles. En als het niet lukt, zeggen ze dat ik niet goed genoeg mijn best doe. Maar ik ben niet de beste in alles. In niks eigenlijk. Je ouders zijn toch gescheiden? Ja, dat maakt het nog erger. Want van mijn vader moet ik de beste zijn op school. En van mijn moeder moet ik een hoofdrol in de eindmusical. Anders komt ze misschien geen eens kijken naar de musical. En ik kan toch niet alles tegelijk? Liv kan soms zo achterbak zijn, maar dan doet ze ook opeens weer aardig of zo. Ik weet dan niet of ze het meent of dat het weer een freaky actie is. Goed, meiden. Ik denk dat jullie je straf nu wel hebben gehad. Jullie mogen weer meedoen met de repetities. Maar ik wil geen geruzie, begrepen? Dank je wel. Ik ben wel super opgelucht dat ik nog mee mag doen met de repetities. Al denk ik niet dat ik heel veel kans meer maak, want de rest heeft natuurlijk al vet veel geoefend. Oké, jongens, we gaan zo ontbijten en eet even allemaal wat extra's, want we hebben een lange dag vandaag. Ja, vanavond is de dropping. Vet! Nee. Maar wat win je eigenlijk als je als eerste terug bent? Dat hoor je vanavond. Nou, jij gaat zeker niet winnen hoor, Morris, want ik ga als eerste terug zijn. Oh ja? Hoe dan? Ja, zullen we wedden? Misschien kunnen we samen naar de dropping, met z'n twee. Niemand ziet ons toch in het donker. Ja, misschien. Juf? Ja? Eigenlijk wil ik vroeg gaan slapen vandaag, zodat ik morgen fit ben. Je wil niet mee? Ach, Bo, maar iedereen doet mee. Ja, en zo laat wordt het niet. Kom. Zeg maar een plekje. Live life, live life. Geniet van elke dag. Live life, live life. Kijk om je heen en lach. Live life. Wil jij zo meteen nog even naar het repetitielokaal komen? Ik wil nog één keer alle liedjes met je doornemen. Oh, maar ik doe wel mijn best. Oh ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Het is geen strafwerk. Nee. We zijn gewoon nieuwsgierig hoe goed je bent. Oké? Okay? Zien we je zo? Ja, dat is ook. Tot dag. Waarom smeer je niet meer boterhammen? Misschien duurt het heel erg lang voordat je terug bent naar de dropping. Tijn. Wat? Het was maar een grapje. Niet heel grappig als je hem altijd al pest. Hoezo pesten? Het zijn maar geintjes. Oh ja? Wat nou als Rens sowieso al bang is voor die dropping en jij nu alleen maar erger maakt? Ik ga niks doen tijdens de dropping. Dat weet hij toch niet? Tuurlijk wel.
Dan Morris niet. Nee, maar je bent wel net zo erg een sukkel als Morris. Ik snap wel als Gens bang is voor je. Zou je mond maar houden over Morris? Hij vindt het niet zo leuk als mensen over hem praten. Waarom moet een dropping eigenlijk altijd 's avonds? Ik ben veel liever binnen dan dat ik door zo'n donker bos loop te dwalen. Omdat een musical natuurlijk uit meer bestaat dan alleen maar zang, maar ook uit spel, uit beweging en dans, hebben we Olivier gevraagd om jullie een choreografie aan te leren. Ik heb er super veel zin in om met jullie aan de slag te gaan. We beginnen bij het refrein. Yes, het begint met een slide. Je armen ga je helemaal uitstrekken, dus die strek je helemaal zo ver mogelijk uit. Ja, dus slide je opzij. Slide. Dan kruis je armen. Kruis. Andere kant op. Slide. En dan ga je armen open. Nu ik van Liv weet hoeveel druk haar ouders op haar leggen, snap ik wel waarom ze zo haar best doet. Doen we nog een keertje achter elkaar. 5, 6, 7, 8. Uit en de kruis, uit en de open. Dan sta je hier. I know, maar toch, als het een auditie is, ga jij toch kijken naar degene die je leuk uitstraling erbij heeft. Je armen blijven alsof je gaat roeien. Dus die blijven aan één stuk door. Yes, 5, 6, alleen de tik, tik en de terug, tik en de terug. Dit plakken we aan het begin. 5, 6, 7 en kruis en de ta, stap en de ta en tik. En de tik. En sluit. Is die duidelijk? Ja? Zullen we hem nog een keertje herhalen? Ja. Oké, goed idee. Gaan we. 5, 6, 7 en slide. Kruis. Slide. Sta. Tik. En de terug. Tik. En de terug. Oké, jullie zijn er klaar voor. We gaan het op muziek doen. Komt-ie! En kick. En kick. Nu slide. Uit. Kruis. Uit. Sluit. En gaan we na. Spring, uit, spring, kruis, draai, sta, schouder, schouder. Goed zo, en feest. En maak het groot. Andere kant op. En maak het leuk. Yes, en loop. Nu gaan we laag, 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 hoog. Yes, super goed gedaan, jongens. Echt fantastisch. En Bo, wat pak je dat snel op. Echt heel nice. En Olivier, jij bedankt voor deze les. Jullie zullen hem nog een paar keer terugzien om de andere choreografieën in te studeren. Maar voor nu, bedankt. Dank je wel. Na een lange repetitiedag is het tijd voor de drop-in. Oké, okay, de jongens die kunnen het busje in. Ja. Yes, yes, yes. Succes. Yes. Misschien is het beter als ik hier blijf. Ik voel me niet zo lekker. Ach, Bo, doe gezellig mee. Ik bedoel, het wordt hartstikke leuk met z'n allen. Hey, jullie gaan per groepje het bos in en het groepje dat de schat vindt, die wint een verrassingspakket. Bo, dat hoort ook bij musical, hè? Op elkaar durven vertrouwen. Weet je, ik heb best wel veel met Liv gepraat tijdens ons strafcafé. Zielig voor je. Nou, dit valt eigenlijk best wel mee. Liv is minder bitchy dan ze misschien lijkt. Pardon, heeft Liv je gehypnotiseerd of zo? Nee. Ik bedoel, Liv doet wel bitchy, maar dat is alleen maar omdat ze onzeker is. Ja hoor, Liv onzeker. Ja, het is eigenlijk best wel zielig. Haar ouders zijn zo streng dat ze het idee heeft dat ze het nooit goed doet. Dus dan mag je maar een bitch zijn? Ja, nee. Ik bedoel, ik dacht, misschien kunnen we haar helpen voor een hoofdrol in de musical. Waarom zou ik haar helpen? Zodat ze zich beter gaat voelen. Dat is toch alleen maar aardig? Oh ja, dus ik moet Liv zich beter laten voelen terwijl zij altijd stomme opmerkingen naar mij en iedereen maakt. Nee, dat bedoelt ze heus niet zo. Nou, ik vind dat andere meiden hier veel meer recht hebben op die hoofdrol dan Liv. Ik heb voor het eerst in mijn leven iets wat ik echt wil. En ik durf er ook echt voor te gaan. Ik ga nu niet minder mijn best doen zodat Liv de hoofdrol krijgt. Wie dan? Adeline Noelle? Dat zijn ons echt trutten. Ik snap echt niet waarom opeens over Liv opkomt, terwijl je laatst nog bijna aanviel. Ik heb thuis nog meer met haar gepraat, dat zeg ik toch net? Meiden, daar komen jullie de bus in? Ja, kom. Waarom zei je nou niet dat jij die hoofdrol wil? Gewoon, dat vindt ze vast stom. Zoeken bij de repetitie, Bo. Oh, dankjewel. Volgens mij vindt Carlini je echt goed.
Ik was echt verbaasd. Laten we gaan. Als we het verrassingspakket willen winnen, dan moeten er wel als eerste zijn. Wie de schat wil vinden, moet naar het noorden toe. Daar is het noorden. Oké, okay, ja. Hier, snoepje? Ja, graag. Hey, hier is een aanwijzing. Wow. Hey, toch gewonnen. Ja, zei ik toch al. Was Bonnie bij jullie? Dat was ze wel, ja. We dachten dat ze wel bij jullie zou zijn nu. Ja, ik had nog zo gezegd dat jullie met je groepje bij elkaar moesten blijven. We hadden het niet door, ze was gewoon ineens weg. Zou Bo echt nooit doen? Nee, Bo is bang in het donker. Tori, wat had ik nou gezegd? Bij elkaar blijven. Ja, hoe moeilijk kan dat nou zijn? Dat eigenwijze gedoe van jullie altijd. Ik vergeef het mezelf nooit als er wat met haar gebeurt. Ik dacht dat Bo bij Amelie en Noëlle was, toch? Mm-hmm. Denk je dat zij hier iets mee te maken hebben? Ik voel me schuldig dat ze niet op Bo hebben gewacht. Help! Waar zijn jullie? Volgende keer in de eindmusical. Het is toch haar eigen schuld dat ze verdwaald is? Misschien verstopt ze zich wel gewoon ergens. Ja, Dani heeft gezegd dat Bo best wel bang in het donker is. Ik denk niet dat ze met opzet heeft gedaan. Ja, misschien is ze al lang alweer gevonden. Ja, je zou net zien dat Dani er heeft gevonden. Dat is echt iets voor haar. Waarom heb je het deze tijd over Dani? Hé, hey Rens. Was je er eigenlijk bij de dropping? Wat is dit? Ja, dit zijn wij. Ja, dat zie ik, maar wie heeft dit gemaakt? Degene die het heeft gestuurd wil dus 5 euro hebben, anders zegt hij dat hij naar iedereen gaat doorsturen.